Waar de Rev'it! Sand 3 een echte schot in de roos is van Rev'it!, hebben ze deze keer ook de Sand Urban gemaakt. En deze is gebaseerd op de Sand 3 en heeft wat meer casual uitstraling gekregen door het gebruiken van een andere stof. Daarnaast is er ook in protectie wat aangepast, waardoor deze jas heel erg goed geschikt is voor gebruik in en rondom de stad. Ik ben Mark van MotorKledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Rev'it! Sand Urban, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Nou, de Rev'it! Sand Urban is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een tourmotor, maar eventueel ook op een motorscooter of wat meer richting een vintage bike-achtige motor. Dat is omdat deze jas wel voorzien is van alle kwaliteiten en alle eigenschappen die je nodig hebt van een jas die het hele jaar door kan dragen, maar dat die daarna wat lichter is gemaakt qua protectie en ook qua stof een iets andere afwerking heeft gekregen, waardoor het wat minder lijkt op een echte motorjas. Hij is gemaakt voor gebruik het hele jaar door en dat komt doordat hij is voorzien van een uitneembare thermovoering, een uitneembaar Hydratex regenmembraan en een slijtvaste buitenlaag. En met een membraan willen we zeggen dat er geen water door de jas heen kan, maar dat je vocht en transpiratie vanuit de binnenkant wel de jas kan verlaten. Het materiaal van de Sand 3 was voornamelijk polyester en wat ze bij de Sand Urban hebben gedaan is er wat meer katoenachtige vezel doorheen gewoven, waardoor je een suède-achtige afwerking krijgt die er heel mat uitziet en een wat meer casual uitstraling geeft. Daarnaast is de jas ook veranderd qua protectie, waarbij de Sand 3 de normale versie de level 2 gekeurde C-Flex protectoren zit in deze versie de C-Smart protectie. Die is level 1 gekeurd, dus dat is één stapje terug, maar die is wel een heel stuk comfortabeler. Het zijn matjes ontwikkeld door Rev'it!, die heel erg beweegbaar zijn en daardoor heel mooi om je gewricht heen vallen, dat je ze vanaf de buitenkant vrijwel niet ziet, maar dat het ook veel lichter en comfortabeler draagt. Die zitten dus op de schouders en op de ellebogen. En op de rug hebben we nog de mogelijkheid om deze jas te upgraden met een SeeSoft level 2 gekeurde rugprotector. Er zit een strook aan de binnenkant, die kan je open doen en dan steek je zo je rugprotector erin en ben je voor eens en altijd maximaal beschermd. Aan de achterzijde zien we een grote ventilatie-uitlaat. Dat kenmerkt de Rev'it! Sand serie ook altijd, gigantisch veel ventilatie, dus je kunt ook in de zomer maximaal koelen. Een grote steekzak aan de achterkant waar we eventueel de voeringen in mee kunnen nemen voor als we die eruit halen. En aan de zijkant zien we dat we veel mogelijkheden hebben om te stellen. We kunnen de jas rondom de middel strakker doen en we hebben aan de onderzijde hebben we ook een koordje die we aan kunnen trekken, waardoor de jas altijd rondom de middel goed aansluit. Nou, op de zijkant zien we dan dat er naast het katoenachtige materiaal, wat van zichzelf al slijtvast is, ook nog ripstopmateriaal is toegevoegd op de schouders en de ellebogen. En dat we aan de voorzijde ook weer veel opbergmogelijkheden hebben, dus grote steekzakken voor voldoende opbergmogelijkheden. Bij de armen zien we dan een ventilatierits die helemaal door tot aan beneden kan. Dus een maximale ventilatie, zodat je in de zomer met de voering eruit echt maximaal kan ventileren. Dan kunnen we hem ook rondom de arm en om de bovenarm nog stellen, waardoor deze jas ook niet gaat wapperen als je hem vol in de wind zit. Aan de voorzijde ook mega grote ventilatieopeningen, dus echt super functioneel en voor het hele jaar door prima te gebruiken. Dan zit er een drukkertje bij de kraag, die kunnen we vastmaken aan het lusje wat hier zit. En zo kun je de kraag openzetten zodat je wat minder materiaal in je nek hebt. En achter de voorste klittenbandstrook zien we dan een watergoot, waardoor het water naar beneden loopt en niet voorbij de rits kan komen. Achter de voorzijde zien we dan de eerste waterdichte voering. Deze voering is van Hydratex, dus waterdicht en ademend. Dus nogmaals, geen water er doorheen, maar je vocht en je transpiratie kan wel vanuit de binnenkant de jas verlaten. Dat zorgt ervoor dat hij wat minder klam wordt. En aan de binnenzijde zien we dan een dikke thermovoering die ervoor zorgt dat deze jas ook onder het vriespunt nog prima te dragen is. Of we nou in de thermovoering zitten, in de regenvoering of de regenvoering eruit halen, er zitten altijd steekzakken aan de binnenkant. Dus super functioneel, je kunt altijd voldoende spullen meenemen. De kragen zijn ook allemaal netjes afgewerkt met een zacht materiaal, waardoor het niet vervelend aanvoelt. En het is dus een hele comfortabele jas die in en rondom de stad prima kan worden gedragen voor woon-werkverkeer. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hij van de jas een maat medium. En je ziet dat hij eigenlijk perfect bij hem aansluit. Heel mooi qua maat, want hij zit ook overal prima, goed strak. Maar dat mag ook, want alle voeringen zitten er nu in. Dus als die voeringen eruit gaan, krijg je weer wat meer ruimte. En dan moet je kan hem natuurlijk wel een beetje stellen, maar je wil natuurlijk ook niet dat de jas te wijd wordt. Wil je deze jas een keer passen of in het echt zien, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of je kunt deze jas online bestellen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat MotorKledingcenter doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Mark van MotorKledingcenter TV, bedankt voor het kijken.